Dit is het verhaal van de kleine koning Izar. Het kind dat op een nacht een wonderlijke ster zag en op reis ging. Op zoek naar de koning van de wereld. Op zoek naar een vriend. Ga ik te hard voor je? Izar? Huh? Oh. Je zit bijna te slapen, jongeman. Wil je soms even stoppen? Nee, koopman. Ik was alleen nog maar een beetje moe van gisteren, van het grote feest voor de verloren zoon. Het is beter om stevig door te rijden tot waar de bergen zijn. Is het nog ver naar Jericho? Ja, het is nog een aardig end. Maar als we van dit pad af zijn, wordt de weg wat minder gevaarlijk. Dan kunnen we rusten als je wilt. Wat zouden die aasgieren te zoeken hebben? Er zal wel ergens een dood beest liggen. Misschien zijn ze door onze komst ge... Hina! Pak zijn buidel, Akbar. Had je nog wat? Hier, loodzwaar, Gilead. Vol goud. Gilead? Niet doen, Gilead! Niet doen! Hé, hey, daar heb je onze koning weer. Izar, dat is een tijd geleden. Oh, Gilead, hoe kan je dat nou doen? Is hij een vriend van je? Je hebt hem toch niet doodgeslagen? Hij heeft een flinke klap gehad, maar het valt wel mee, denk ik. Waarom doe je dat toch? Dat begrijp jij niet, kleine Izar. Maar ik moet toch ook eten? Wij zijn arm. De Romeinen laten maar weinig voor ons over. Ze bezetten ons land en zuigen ons uit. Maar daarom wordt toch niet iedereen een rover of een moordenaar? Zeg, Izar, die Jezus, heb je die ooit gevonden? Hij moet nou wel groot zijn. Nee, ik heb hem nog niet gevonden. Ik was samen met de koopman op weg naar Jericho. Daar is misschien iemand die weet waar ik hem vinden kan. Het spijt me, Izar. Als ik geweten had dat die koopman een vriend van je was, had ik hem niks gedaan. Ik zal hem in de schaduw leggen. Hahaha, dit keer heb ik je, majesteit. En nou krijg je hem nooit meer terug. Help, Gilead, help! Akbar, geef die kroon. De Romeinen! Wegwezen, Gilead! Het spijt me, Izar. Spijt me, koopman. Eigenlijk is het mijn schuld. Als ik niet bij je was geweest, dan had je harder kunnen rijden. Dan was je er overigens voor geweest. Er komt iemand aan. Misschien iemand die ons helpen kan. Help! Help ons alsjeblieft! Stil toch. Zie je niet dat ik aan het bidden ben? Aan het bidden? Op een paard? Iemand helpen is soms veel beter dan bidden. Hoor je dat? Ik hoop dat zijn paard uitglijdt. Niet dan? De dienaar van de priester. Ach toe, help ons alsjeblieft. Kijk dan toch, deze man hier is gewond. Hij gaat misschien wel dood. Schurken zijn het allebei. Ze zijn net zo slecht als Akbar en Gilead. Maar er zal vast wel iemand komen, hoor, die ons helpt. Het komt heus wel goed. Maar of u het geld terugkrijgt en ik mijn kroon? Zo gek. Vroeger had ik er een hekel aan om die kroon te dragen. Maar sinds we op reis zijn, ik mis hem. Laat maar, Azinus. Wie zal ons nog helpen? Als een priester en zijn dienaar gewoon voorbij durven rijden. Een Samaritaan. Nou, daar hoef je helemaal niets van te verwachten. Samaritanen hebben een heel ander geloof. Wat is hier aan de hand? We zijn overvallen, meneer. En beroofd. De koopman hier is gewond. Wat is dat? Wat gaat u doen? Olie en wijn. Dat heb ik altijd bij me. Dat is goed om wonden mee schoon te maken. U gaat hem helpen? Je kan die man er toch niet zo laten liggen? Het zou zo'n dood kunnen zijn. Zou hij beter worden, denkt u? Ja, tuurlijk. Maar niet hier.
Ziezo. Nou, als je me nou even een handje helpt, dan zetten we hem op mijn paard. Rij je mee of kwam je hier toevallig langs? Nee, we waren samen op reis. Waar brengt u hem heen? Een eind verderop, daar is een herberg. Ik ken de waard. Kom. Wat heb ik eraan? Als die koopman beroofd is, heeft hij natuurlijk geen cent. Zit ik mooi mee opgescheept. Wat dacht je hiervan? Nou, en? Oh, als ik voor dat verblijf van die arme man betaal, kun je toch moeilijk weigeren, waard? Het is maar de vraag of het genoeg is. Wie weet hoe lang die man nodig heeft om op te knappen. Tel maar na. En wat je tekort komt, vul ik op de terugweg aan. Nou, redelijk of niet? Niet onredelijk. Dat zou ik ook zeggen. Zo, kleine jongen, dat is geregeld. En nou jij. Waar ga je heen? We waren op weg naar Jericho. We wilden Johannes de Doper opzoeken. Johannes de Doper? Is dat niet die prediker die vlak bij de Jordaan woont? Dat zei de koopman, ja. Nou, dan kun je morgen met me meerijden als je wilt. En de koopman dan? Die komt er wel bovenop. En als ik hier weer langskom, dan zal ik naar hem kijken. Maar nu gaan we eerst wat eten en dan naar bed. Je ziet eruit alsof je best een goede nachtrust kunt gebruiken. Doe jij hier? Ik heb je kroontje teruggebracht. Het ligt naast je bed. Een kroontje? Ik heb het van Akbar afgepakt. Hij zal wel woedend op me zijn.